SPB Zaanstreek Waterland is in 1983 opgericht door de bouw- en aannemersbedrijven in deze regio. Door samenwerking in een stichting werd het mogelijk om schoolverlaters een leer-arbeidsovereenkomst aan te bieden. Dat systeem is nog steeds de basis. Schoolverlaters die willen werken en leren in de bouw melden zich bij het SPB. Na een toetsperiode start de deelnemer met een opleidingstraject in de werkplaatsen van het SPB, waar zij de basisvaardigheden voor het beroep timmerman, metselaar of machinaal houtbewerker aanleren. Tijdens deze periode werkt de deelnemer 3 dagen in de opleidingswerkplaatsen en volgt hij 2 dagen theorielessen, beide uiteraard op elkaar afgestemd. De theorielessen worden verzorgd door docenten van het regiocollege, de ROC, waar het SPB mee samenwerkt. De inhoud van de opleidingen zijn landelijk vastgesteld en de mbo-diploma's die aan het einde van de opleiding worden afgegeven door het ROC zijn Europees erkend. Deze basisopleiding duurt meestal tussen de 3 tot 6 maanden, is per deelnemer verschillend en afhankelijk van vooropleiding en niveau. Na de basisopleiding krijgen de deelnemers een contract voor 2 jaar en kan hij of zij naar het echte werk bij een van de aangesloten bedrijven gaan. Het SPB is in die periode werkgever en garandeert 2 jaar werk en doorbetaling, ook als er geen werk is bij de aangesloten bedrijven. Na 2 jaar niveau 2 is er de mogelijkheid om 2 jaar een vervolgopleiding mbo niveau 3 te volgen. SPB Zaanstreek Waterland. Opleidingsbedrijf voor de bouw.